Ja. Oké. Je weet wel alles van me. Nou, ja, nee, ja, zo merk je via die smartphone toch echt heel snel iemands leven. Wij zijn Donkey Mobile en wij vinden dat mobiele telefoons zo'n belangrijk onderdeel van ons leven zijn geworden, dat kerken daar niet omheen kunnen. Om dat aan te tonen gaan we langs bij een aantal bekende christenen en vragen we hen of we in hun telefoon mogen kijken. Vandaag ben ik te gast bij Paulien Vervoorn. Haar trainingsbureau Geloofwaardig Spreken helpt predikanten bij het houden van een goede preek. En zitten we nou in een kerk? Nou, zo lijkt het misschien wel een beetje. Maar het is een fotobammetje wat ik hier heb opgeplakt. Omdat ik dacht, ik vind het wel hartstikke leuk als mijn werkkamer iets uitstraalt van waar ik de hele week mee bezig ben. Ja. En waar ik de hele week mee bezig ben is of een preek voorbereiden omdat ik zelf op zondag spreek. Of een training voorbereiden omdat ik groepstrainingen geef aan sprekers, voorgangers, predikanten. Om hun preek te verbeteren. Ja, je voelt me aankomen, Paulien. Ja. Mag ook gewoon jouw smartphone komen. Ja, nou, met enige voorzichtigheid. Ja. Ja, kijk maar. Ja, oké. Okay. Ja. Ik zie al heel veel, de Bijbel komt er goed naar voren. Engels, wil je een taal leren? Nou, ik heb daar al mijn Engelse appjes eventjes bij elkaar gezet. Ja, en is het eerste wat je doet als je wakker wordt? Dat is het allereerste wat ik doe. Nou, mijn wekker zit er bijvoorbeeld wel op, ja. Dus het eerste wat ik in handen heb is mijn mobiel. Wat ik de laatste week aan het uitproberen ben, is dat het eerste wat ik ga doen is naar buiten. Dus ik ga ook nog niet ontbijten, maar ik ga naar buiten. Als het hartstikke donker is, dus ik heb zo'n dingetje gekocht om mijn arm te doen. En dan ga ik podcast luisteren, of stil zijn, of eerst dit, of zo heb ik er nog wel een paar. Ja. En dan ga ik pas daarna eens een keertje mij bezighouden met, wat stond er ook weer allemaal op het programma. Ja, maar zelfs dan als je dus de podcast gaat luisteren buiten, dan zou ik niet zo nodig. Ja. En werkt het? Is de gewoonte die ik had blijven? Ja, dat denk ik wel. Ik hou sowieso wel van wandelen. Hou ik dan ook weer bij in mijn gezondheidsappje van Apple. Die geeft dan aan wat mijn jaar gemiddeld is. En dan denk ik, ik wil wel dit jaar hoger uitkomen dan vorig jaar. Een van de dingen die ik vraag aan mensen is of ze een inschatting kunnen geven. En wat ik heb dan op gaan zoeken, is waar wordt nou die tijd daadwerkelijk aan besteed? En dan zoek ik naar schermtijd. Ik ben eerder geweest bij Thijs van der Brink, Gert-Jan Segers. Die zaten allebei rond de 4 uur. Tussen de 4 uur en de 4,5 uur eigenlijk. Ja. Denk je dat je meer of minder tijd op je smartphone besteedt, gemiddeld? Nou, als ik Google Maps aan heb staan, dus dat gebruik ik vaak als routeplanner. Ik ben van de week bijvoorbeeld... Je kan zien dat het klopt wat ze zegt. Oh. Van de week naar Den Haag geweest heen en weer. Neemt u dat ook allemaal mee? Neemt u mee, ja. Ik zit niet 4 uur aan dat ding gekluisterd. Nee. Maar hij staat dus wel heel vaak op de achtergrond aan. Ja, dan zou ik er wel eens overheen kunnen komen, ben ik bang voor. Nee, ik heb eigenlijk best wel goed nieuws. 3 uur en 4 minuten per dag. Ik zie Google Maps afgelopen week inderdaad op nummer 1 staan. Dat vermoed ik al. Ja. Bijna gelijk met het verschil maar 6 minuten. Google Maps 4 uur en 12 minuten, 4 uur en 6 minuten in een andere app. Welke was dat? Zou Facebook geweest zijn? Nee, je mail. Oh. Daarna Facebook en daarna WhatsApp. En dat is 3 uur per dag. Vandaag overigens tot nu toe. Hoe lang denk je dat je er tot nu toe op hebt gezeten? Nou, ik denk dat ik vandaag zeker niet aan een uur kom. Toch wel 1 uur en 7 minuten. Maar misschien zitten we nu ook wel 8 minuten op je telefoon te krijgen. Dat zou natuurlijk kunnen, want ik zie hier bijvoorbeeld instellingen. Dat is leuk, hè? Dat is eigenlijk schermtijd die wij nu aan het bekijken. Nee, weet je wat? Ik zit nu een soort te rekenen van in mijn effectieve tijd heb ik niet veel... Maar ik ben vanmorgen een rondje weten lopen van 3 kwartier. En in die 3 kwartier heb ik ook wel dingen beluisterd. En bij Laplace geweest? Ja. Ik zie het hier staan. Daar heb ik dan ook een appje van. Er is nog 1 ding wat me opviel en dan zijn we klaar. Er zit een scheurtje in. Ja, dat wilde ik niet eens benoemen. Nee, de achtergrondfoto. Dat is een plaatje van Jezus, zoals je ziet. En ik weet niet of je dat heel goed kunt zien als ik dit... Nee. Er staat nog een tekst bij, op het origineel. Want ik heb een fotootje gemaakt van een kinderschilderij wat ik zag. En er staat, I trust you. En ik had daar een heel gesprek over met iemand. En die vertelde dat plaatje, dat ze dat in haar huis had opgehangen. En elke keer dat ze dan binnenkwam, dan had ze het idee dat Jezus haar aankeek. Ja. En dat zij dan als een soort antwoord gaf, I trust you, wat er ook gebeurt. En toen dacht ik, soms helpt het om... iets te verzinnen wat mij daar elke keer aan herinnert. En toen dacht ik, ik stel hem in als beginscherm. Ja, mooi. Ja, van maar ergens ook mooi van, deze telefoon symboliseert natuurlijk ook mijn leven en al mijn acties en to-do dingen en mijn hele werk. Ja. Maar ook mijn Bijbel lezen en al die dingen. En dat ik in al die activiteiten helemaal vertrouw. Ja, nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting van het gesprek. Nieuwsgierig of we ook in de telefoon van Thijs van der Brink en Gert-Jan Segers mochten kijken? Kijk dan de andere filmpjes op ons kanaal. Ben je benieuwd naar de kerk-app die we aan het bouwen zijn bij Donkey Mobile? Ga snel naar www.donkeymobile.app.